Welkom bij Topnames. Alweer 9 jaar zijn we bezig gesteken. Vorige week hadden we het erover. Ja. Ik dacht eventjes verkeerd tellend dat we op 10 zaten. Wordt niet tijd dat we wat anders gaan doen? Nee, volgend jaar pas. Als het 10 moeten we. 10 moeten we volmaken. Ja, nee, oké. 10 jaar Topnames, dat kunnen we. We zitten in Freedom Lab in Amsterdam. Daar zitten we iedere dinsdagavond. We hebben ook andere locaties gehad in de loop der tijd. Maar vanavond heten we welkom Irfan van Ewijk. Je bent van Woef. Ja. Wat doet Woef? Woef bouwt een hele mooie app. Een unieke app zelfs. En wat zeggen ze allemaal? Ja. Maar bij ons is het toch wel, als je naar de cijfers kijkt, gemeten dat het ook klopt. Nee, ik maak met een heel team en in de eerste plaats met mijn compagnon Sebastiaan Westerduin. Een applicatie waar eigenlijk de festival- en evenementenmarkt al jaren geleden om aan het schreeuwen was, maar er niet kwam door allerlei redenen. Wat doet die app dan? Nou, in de basis brengt het mensen bij elkaar en geeft antwoord op de 5 wezenlijke vragen van mensen die zich aan het oriënteren zijn of aan het uitgaan. Zijn namelijk wie, wat, waar, wanneer, waarom. Mis ik er een? Ja, hè. Maar geeft in ieder geval... Wat, waar, wanneer, het zijn trouwens met ook... Wie. Ja, ik, en wie. Ik ben opgeleid in de journalistiek, daar zijn dat ook de 5. Het zijn elementaire vragen die je zelf kunt stellen. Ja, en in, vanuit mijn... Maar ligt dat eens wat nader toe? Want het nou is goed, je wilt... Kijk, uitgaan festivals bezoeken is in tenminste hele beperkt... Dan ga ik heel kort door de bocht. In eerste instantie, in een jonge fase van jeugd, zeg maar... Ja, het jachtveld naar je toekomstige ex, zeg ik altijd voor de grap. Het is een heel erg een belangrijk moment in je levensontwikkeling om je te affiliëren met een bepaalde muziektype, met mensen, sociale groepen, met wat voor muziek luister je graag naar en waar dans je op, hoe dans je erop, wat voor schoenen doe je aan, hoe uit je. Ben je een muurbloempje of sta je meer op de vloer met je vingers in de lucht? Of, dat zijn allemaal hele belangrijke elementen voor een persoonsontwikkeling. En tijdens dat uitgaan was het nog niet zo lang geleden eigenlijk heel erg overzichtelijk. Je ging ergens naartoe, waar iedereen naartoe ging. Dan werden plaatjes gedraaid en dan stond je in een bepaalde ruimte, de disco of de club of de kroeg. En daar voltrok zich dat hele proces. Maar tegenwoordig, en dat weten jullie waarschijnlijk ook wel, ben ik daar ook wel deelgenoot van geweest, is dat hele uitgaan is ten eerste naar niet... horecagelegenheden gegaan, namelijk naar beursgebouwen en alle andere grote evenementen. Festivals. En later is het gefestivaliseerd, totaal. En Woef profileert zich als de festival-app. Voor muziek, locatie en mensen, dat is festival. De basis. Maar ik ben vooral even benieuwd in die 5 weetjes. Want je zegt wie? Ga je? Wie tref je? En dat is in verschillende vormen qua muziek. Wie zijn de andere mensen? Zijn er mensen uit je vrienden, onbekenden die je gaat ontmoeten? Dat is een sociale component. En wie organiseert het? Ja. Dus je kunt op een kaartje dan zien waar je vrienden zich bevinden? Ja, dat kan je. Ja. Je kan in sociale onderdelen uit de applicatie kun je ook zien. Van tevoren voor anticiperen, groepjes formeren, chatsgroeps maken. Je kan zelfs activiteiten zelf ontplooien en op een kaart plaatsen. Ja. Wat is, neem ik aan, het programma? Dat is het evenement. Wie treedt waarop? En dan waarom moet ik er naartoe? Dat zijn de perks van het festival, de differentiators. Waar het is, lijkt me ook nogal logisch. Ja. En het waarom is dan ook aanvullend van welk weekend het zich afspeelt, waarom je daar naartoe moet, omdat er iets bijzonders is, een differentiator op een ander niveau. Maar wie is er eigenlijk de belangrijkste? Niet? Maar uiteindelijk is wie het belangrijkste, ja. Ik kan me ook voorstellen dat in relatie tot het programma, dus in wat gebeurt waar. Ja, het is voor meerdere interpretaties. Wie is dan waar en waar moet ik heen? Precies, maar goed. En het doel van de applicatie is wel eigenlijk, want dat is een beetje tegenstrijdig in mijn persoonlijke in ieder geval benadering, op dit vlak. Ik vind de telefoon een grote, en dat zeg ik niet als oude lul, maar omdat ik dat ook wel ervaren en gezien heb, een hele grote disruptor van het uitgaan, van het sociaal interacten, waar het uiteindelijk om gaat, is natuurlijk echt in contact komen met elkaar, meten, in dat proces vooral. En die telefoon is een grote afleider, een afleiding. Dus wij hebben gemeend, als wij er nou voor gaan zorgen dat die techniek wel in dienst staat van dat uitgaan en het dus faciliteert om sneller te komen op de plek waar je wezen wilt of dat nou in je interesseveld ligt of naar andere mensen toegericht is, dat het in ieder geval sneller en more seamless gaat dan dat normaal gesproken is met waar ben je, een app en die en op Facebook iemand volgen, wat dan ook. Weet je? Dat is wel de kern. Ja, nou weet ik eigenlijk niet beter dan, ik ben geen heel groot festivalbezoeker, maar dat... Eigenlijk al die events en de festivals hun eigen app hebben. Dat is een tijdje een tendens geweest. Alleen, dat zijn wel appels en peren. Want
Ik kom uit de festivalindustrie en ik weet wel het een en ander van wat daar aan ja, voor innovatie. Wie dat niet weet, jij was een van de partners binnen ID&T. Ja, ik ben een van de oprichters van ID&T geweest. Dus je hebt dat vanaf het begin... Ja, behoorlijk wat dus festivals. Je weet waar je het over hebt. Laten we dat voor de kijker even Ik beweer dat niet. Nee, hoor, nou goed. Er zijn een hele hoop die het minstens zo goed doen of hebben gedaan. Nee, maar er is een hele grote misperceptie. Dat is ook de manier waarop ik mijn partner Sebastian Westerduin heb ontmoet. Dat was een hele enthousiaste en geëngageerde bezoeker. Fan van het eerste uur van de muziek, vooral van de technomuziek. En die was veelvuldig bezoeker. Maar dat was ook, daar hebben wij natuurlijk ook behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Je hebt allemaal verschillende persona's die uitgaan in verschillende gebieden. Met de festivalpersona's onderscheidt zich in iemand die... de vrienden, die oriënteert, die zoekt uit waar je naartoe moet, die zorgt dat de muntjes bij elkaar zijn, de codes van de kluis enzovoort. Dan heb je de onmiddellijke volger, de soort van secondant. Dan heb je er eentje, dat is dan de vierde categorie, die uiteindelijk helemaal bouws, zonder geld, zonder sleutels, ergens achter het Dixie belandt en drie dagen later wakker wordt terwijl het gras wordt gemaaid. Nou, in die vier soort van, er zit er nog één tussen. Dat is de echte muziekliefhebber. Nou, zo heb je verschillende categorieën. Hij is eentje van de primaire categorie. Ik fix het, ik regel het, ik haal het maximale uit het evenement. Ik wil gewoon goed voorbereid zijn, et cetera. En die werd echt letterlijk knettergek van het gebrek aan een centraal punt waarbij uniform informatie werd verstrekt. Of dat nou... Maar waren die apps die er vaak waren, hè, van die festivals? Nee, die waren er helemaal nog niet. Toen wij begonnen zijn in 2016 had je eigenlijk alleen maar pdf's die gedigitaliseerd werden. En waar geen enkele vorm van verandering of interactie mogelijk was. En de ene promotor die deed op internet... Ik weet toevallig, omdat ik daar een beetje bij betrokken ben geweest, dat Lowlands natuurlijk een vrij goede app had al heel lang geleden. Ja. Ja, nou ja, het is maar wat je goed noemt, met alle respect. Ja. En missen, kijk, er zijn heel veel, tuurlijk. Ik ga niet ontkennen dat er geen andere alternatieven zijn of concurrenten. Maar ze missen allemaal een element. Het zij het sociale element, het zij het interactieve element, het zij het informatieve of het dynamische element. Ik bedoel, je kunt zoveel app-concurrenten als wij hebben bellen, proberen te bellen tijdens je show om een verandering van een line-up of rechtstreeks en direct te communiceren of gefragmenteerd of gesegmenteerd te communiceren met de bezoekers. Maar een van de elementen ontbreekt dan. De andere zijn er wel aanwezig, maar wij hebben echt een integraal goed doordachte platform. Voor al die festivals en evenementen, is dat allemaal onder de brand The Woof of maken jullie een white label? Nee, daar hebben we ook heel bewust voor gekozen. En in het verlengde van wat je net zei, er zijn ook alternatieven. Dat zijn voornamelijk white label apps. En als je een beetje verdiept... En voor jullie is altijd onder jullie eigen brand? Ja, het is een platform. Ja. Het is het heeft een relevantie omdat het ook alle evenementen of festivals in kaart brengt, laat zien. Als je een beetje onderzoek doet en je stapt in deze industrie, dan zie je dat de tendens in de groep mensen die wij het liefst bedienen... niet meer single-purpose apps downloaden. Ze doen het niet eens meer. Ze nemen de moeite niet eens meer om het één keer te gebruiken en vervolgens weer weg te keeperen. Die hele tendens is weg. Je krijgt natuurlijk zo meteen de applicaties die eigenlijk in een webvorm verder gaan. Dat veel meer platformgericht gaat, veel meer integrale informatie. Gaining en verstrekking. Dus wij hebben er bewust voor gekozen om een platform te kiezen, waarbij wij natuurlijk wel op heel glad ijs in het begin vooral hebben moeten bewegen, omdat je al snel de verdenking tegen je hebt, helemaal als oud ID&T-man, dat je informatie wint bij de concurrent en dat doorspeelt aan mijn oude achterhoede. Nou, daar is niks van waar. Dat is ook niet de praktijk. En gelukkig is het vertrouwen ook inmiddels in de internationale industrie dat we dat heel erg zorgvuldig en netjes behandelen. Wat is het... De eerste vraag die bij mij opkomt is direct, hoe werkt dat qua businessmodel? Want dat is natuurlijk ook met zo'n... Wij zijn primair gericht op groei. Dus wij, Sebastian en ik hebben... Maar moeten we een festival betalen om jullie te gebruiken? Nee, sorry. Ons businessmodel... Wie betaalt de implementatiekosten, het inladen van het programma? Helemaal niemand. Nee, dat betalen jullie dan dus. Ja, wij dus. Maar het kost voor een festival helemaal niks? Nee, voor een gebruiker niet. Dat jullie alleen maar om bereiken. En voor een festival. Wij zijn primair gericht op groei. We hebben natuurlijk wel een businessmodel op zak. Het zou een beetje naïef zijn om te zeggen, nou, dat komt wel als we later groot zijn en we kunnen fietsen zelfstandig. Dan komt dat zakgeld wel. Nee, het businessmodel is in place. Maar wij richten ons vooral op groei. Ja, wat is dat businessmodel? Dat zit in de hoek van payment.
En dat zou bij, voeg ik bijna uiteraard aan toe, omdat dat echt nog een hiaat is in die, in die verbetering en in die innovatie aan de technische hoek van de festivalbezoek en beleving. Ja. Ja, daar zit je ook wel gelijk in een zwaar concurrerende markt natuurlijk. Absoluut, ja, ja, zeker. Zijn we dat, nou ja, goed, maar daar zijn we dus niet bang voor, ja, voor een competitieve of concurrerende markt. Want dat is de app-industrie as such natuurlijk altijd wel. Maar is WhatsApp niet gewoon je concurrent? Nee, heeft elementen wat veel sterker is. Het communicatieve element is sterker, de groepsdynamiek, maar locatietechniek. Dan mis je alweer heel veel context. Je kunt wel locaties delen, maar ten eerste is dat met een veel grotere marge en radius dan wij dat doen. En je mist context, je mist de totale relevantie van je omgeving. Er is geen interactiviteit van daar waar je bent. En ik kan nog wel even technisch wat dieper gaan, maar wij preloaden. Wij zorgen dat de map gepreload is met Mapbox. Dus dan heb je het al. Als je WhatsApp... dus als je bij jullie locatie, dan zit je bam in meteen, die spot die on, tent, precies. Ja, precies. Met daarbij wat er exact op dat moment gebeurt. Goede verbinding, je hebt geen verbinding. En een interactieve podium, je bent op een platte grond, je ziet je podium. Je gebruikt weinig data om de locatie. Precies, dus het is veel sneller, efficiënter met een gebied waar een hoge dichtheid aan gebruikers is, is dat veel efficiënter. Hey, maar als jij zei van, dus aan de ene kant, iedereen vindt het waardevol te weten waar... Bijvoorbeeld waar je vrienden zijn, et cetera. Ja. Tegelijkertijd zeg jij, we willen eigenlijk dat mensen zo, dat ze niet alleen maar met dat scherm bezig zijn. Maar het probleem is natuurlijk wel, dat scherm op zich is al heel erg verslavend. Hè? Het scherm is heel erg verslavend, om een aantal redenen. Ten eerste, in eerste instantie dus, omdat het FOMO, een al uitgekoud begrip, maar het FOMO is natuurlijk een heel erg belangrijk onderdeel. En dat zit op het sociale, maar dat zit ook op het contentvlak. Dus het mooie fotootje en ook de muziekbeleving. Nou, daar op die laatste twee hebben wij ook technische voorzieningen getroffen. Dat gaan we allemaal nog releasen en aankondigen en showcasen. Maar dat heeft te maken met dat wij een samenwerking hebben met een gespecialiseerd bedrijf, wat ook wereldwijd actief is, wat dus voor fingerprinting aan elektronische muziek toevoegt. Ja. Dus je kunt dan zelf wel invullen dat als je Woef gebruikt, locatie bekend is op een tijd van een festival waar een bepaald repertoire al gemonitord wordt, gekoppeld aan locatie automatisch, want het kastje staat op dat podium. Maar ook de tijd dat wij dat achteraf aan elkaar kunnen plakken. Dus die DJ's kunnen niet meer afplakken, zeg maar. Die kunnen niet nee, dat is, maar dat is sowieso al heel lang verleden tijd. Hè. Dat is al 12 jaar niet meer echt aan de orde. Maar inderdaad, de digitale fingerprinting is eigenlijk... Wil ik daar wel een parallel trekken, want wat DJ Monitor heeft ontwikkeld en heeft gedaan, is iets in een industrie wat heel veel potentie heeft gehad, maar waar door de oude wetse Buma Stemra regeling en wetgeving eigenlijk muziek van een zolderkamer muzikant, neem Martin Garrix, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan, prachtige producties, tenminste de smaak is natuurlijk smaak, ja, maar mooie producties maakte, als dat werd geperformd in de arena bij een Sensation, dan gingen de Buma Stemra gelden aan Marco Borsato en Frans Bauer en allemaal. Dat hebben zij veranderd. Daardoor is de muziekindustrie gezonder geworden. Want degene die de muziek produceerde, kregen ook daar waar die geld op had. En het zijn kluiten met geld. En eigenlijk willen wij dat ook doen. Want wij willen met insights van Woef, die organisatoren dus op een met een gesloten beurs gainen. En de insights die zij krijgen, kunnen zij efficiënter en beter evenementen organiseren. Het publiek wordt beter bediend. En zo hebben we ook dat deel, zeg maar, van het ecosysteem overgenomen. En ook in de manier waarop jullie het met de festivals in de markt zetten. Want die beslissen natuurlijk met wie ze dit gaan doen. Ja. Krijgen die data om niet teruggeleverd? Ja. Ja. Helpen jullie ze ook nog om ze te interpreteren? Want het is nog wat anders of je een bak ruwe data over de schutting flikkert. Till a certain extent natuurlijk. Je kunt je voorstellen dat wij heel veel gecompliceerde datapakketten opbouwen eigenlijk. En die insights die je daaruit kunt halen zijn legio. By the way, ik zeg het nog maar even voordat mensen het idee hebben. Dat is volledig volgens GDPR-wetgeving. Aggregeren alles, segmenteren alles, exchange niks met commerciële partijen of wat dan ook. Maar ja, we bieden een basispakket aan insights aan. Dat zijn hele globale rapporten die we maken. Entry time, exit time, gender samenstelling, leeftijdssamenstelling. Maar ook occupation op een dansvloer. Dus wanneer is het erg, waar is de dichtheid hoog? In welke uren klopt dat met je programmering?
Maar jullie gebruiken dat alleen maar om geaggregeerd de festivalmensen te informeren over wat er ja. nu gebeurt. Ja. Dus er wordt niet persoonlijk geprofiled. Nee, om... dat mag niet en dat kan nou, niet. Dat mag mits toestemming. Ja, mag mits toestemming. Dat doen we niet. Dat doe je niet. Nee. Oké, okay. Je vraagt ook niet eens om die toestemming. Je doet het gewoon. Nee, we hebben een bepaald level of consent wat nodig is. En dat... je zegt, ons belangrijkste doel in deze fase is groei. Is er een grote concurrentie op dit gebied? Nou nee, dat is niet eens zozeer een hele een commercieel strategische keuze geweest, als meer een deels operationele. Nou goed, dan is het misschien ook wel een strategische keuze. Vanuit mijn wetenschap uit de festivalindustrie, dat is ook eigenlijk het antwoord op de vraag van Sebastian, waarom is er geen innovatie? Omdat de marges heel erg dun zijn en je bent zo goed als je laatste festival. De act of God staat er vaak vermeld. Het weer, ik bedoel, bepaalt heel vaak het resultaat, financieel resultaat ook van een festival. Dus ik heb gezegd van, nou, we kunnen kiezen of we gaan die festivalorganisatoren lastigvallen met een factuur van tussen de 500 of 2500 euro. Eigenlijk is die applicatie, als je hem vergelijkt met onze concurrenten, wel 5.000 tot 10.000 euro waard. Maar als we ze daarmee in een commercieel verband zeg maar, aan ons binden, dan heb je ook heel veel te maken met incasso-beslommeringen, projecties die financieel misschien het hele bedrijf op het verkeerde been. Want wij gaan daar mee in de trend van de festivaldynamiek en de financiële dynamiek die daar is. En daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan. Wij hebben ons gericht op groei, we willen heel groot worden. En hebben er dus voor gekozen om een gesloten ecosysteem te nemen waarbij de gebruiker gratis zijn of eigenlijk heel veel bereidwillig is om informatie te delen met die organisator. Die organisator, daar leunen wij op als het gaat om marketing, om de mensen te onboarden. Want de organisator is onze partner als het gaat om marketing. Ja, ja, want dat was inderdaad de vraag die ik zag langskomen. Hoe weten mensen dat jullie bestaan? Zeg. Ja, nou, daar hebben we de organisatie, dus degene die het evenement organiseert, als partner voor. Die krijgt in exchange een app die hij aan zijn Ik vond het wel opvallend. Wij volgen dat wereldje best wel goed. Ik zelf bezoek niet zoveel dancefestivals, maar bezoek wel festivals. Ja, die doen we ook, dus dan kun je het ook. Maar ik vind dat jullie in Nederland best wel een beetje onder de radar zijn gebleven. Ja, dat klopt. Qua publiciteit. Ik herinner me in 2017 een verdwaald artikeltje af en toe. 2018 een keer een stuntje iets rond met de Koninginnedag. Oh, Koningsdag, ja. Of Koningsdag, weet ik veel. Ja, en ADE hebben we ook wel wat. Maar natuurlijk nu als voorbereiding op dit gesprek ga je er weer in verdiepen. Dan zie ik de 350 festivals, 31 landen. En dan denk ik, wow, dat is hard gegaan. Ja, nou, dat is een van mijn... Dat is heel erg persoonlijk. Een hele persoonlijke... ik heb het nog net niet door ergens... Of zijn de cijfers inmiddels lichaam getatoeëerd? Nee, maar ik hou van... under promise en overperform. En met techniek kun je... Ook een bewuste keuze. Het is een hele bewuste keuze geweest. Om eerst want je niet komt om in Amsterdam testen. Nog wel veel start-ups tegen die een fantastisch verhaal hebben. Hoog van de toren blazen. Ja, de marketing is dik in orde, maar het product niet altijd. Maar het product is leading bij ons. De consument, onze klanten, onze gebruiker is leading. Dat is ook heel duidelijk intern in het bedrijf de filosofie. Zeker. Ja. En nu is het wel een tijd voor kentering. We gaan nu wel naar buiten. We zijn nu ready om echt ook hard op de trommel te slaan. Omdat de metrics ernaar is en het product is ernaar. Ons omveld is ernaar. We werken nu niet alleen maar voor festival- of dance-evenementen samen. Maar ook voor de Nijmeegse Vierdaagse, voor de Tilburgse Kermis, de TT Assen Festival doen we voor de stad. Maar we werken ook officieel en intensief samen met de gemeente Utrecht tijdens Koningsdag, gemeente Amsterdam. Ja. En dan dat is echt overheidswerk. Daar zitten we gewoon in een veiligheidsbunker tijdens Koningsdag in Utrecht zitten we met de diensten. Ja, ook omdat je de crowd control ook mede kunt monitoren. En de communicatieve elementen van de applicatie bieden ook veel voordelen om de veiligheid en beheersbaarheid van een evenement te monitoren. Hey, je bent zelf persoonlijk afkomstig uit de wereld van de dans. Natuurlijk, een tool kan je overal toepassen. Je is er nu steeds breder aan doen. Kun je ook te breed gaan? Heb je erover nagedacht? Moeten we wel of niet bij een scene blijven horen? Ik ben ondernemer, dus waar de kansen liggen, weet je, dan ga je nadenken over die onderneming. Van ja, kan ik niet in andere markten of kunnen we niet ook met sportevenementen of met beurzen aan de gang gaan? Want die 5W's die zijn best wel applicable in andere takken van de industrie. Maar wij hebben heel bewust inderdaad gekozen om een focus te houden op een industrie die, of eigenlijk een segment van entertainment die ons heel erg naligt, die iedereen bezighoudt. Die je kent. Die je kent ook, dat is ook belangrijk. Hè? Onze programmeurs, maar ook ontwerpers,
front- en back-end designers, maar ook de vormgevers, de mensen die, nou ja, ondergetekende, maar ook mijn partner Sebas, die bezoeker is van het eerste uur, die kennis zit daar tot aan de oksels, zit dat goed. Ik bedoel, zit er diep in. Ja, dat is misschien een te grote bel gebruik. Ja. Radio toch, of niet? Ik begreep het. Ja. Nee, er staan een paar camera's. Ja, zeker. Nee, dus dat is wel een hele bewuste keuze. En waarom ook? Omdat dat een hele dynamische en leuke industrie is om ook in te zitten. Maar nu ga je breder. Want Koningsdag is iets anders dan een dansfestival. Vierdaagse is iets anders. Nou, de drie pilaren onder de hoef zijn wel muziek, locatie en mensen. Ja. Dat is maar jij vindt die grote overheidsopdrachten ook interessant? Dat als een gemeente zegt, nou ja, goed, kijk, Amsterdam. We hebben een marathon in Rotterdam en we zijn geïnteresseerd over hoe we dat. Nog niet. Liever niet. Kijk, en als je het over Amsterdam Koningsdag hebt, ik vind dat Amsterdam op dat moment Koningsdag is gewoon heel Amsterdam festival. Ja, maar SEO, interessant. Interessant, komt al dichterbij. Gaat al iets verder weg, maar is ook omlijst en dat is natuurlijk ook wel South iets wat, Southwest? Ja, dat zijn allemaal sitting in the middle, heel graag. Die hebben we wel graag als, zeg maar, extension maar, en expansie. Maar, prime focus? Muziek, locatie en mensen. Ja. Hey, even wat ik ook interessant vind, we zeiden het net al, jij komt bij ID&T vandaan. Jullie verkochten 5 jaar geleden je bedrijf aan SFX. Er zat natuurlijk een lock-in, earn-out periode, denk ik, weet ik veel. Op een gegeven moment beslis je dat je wat, of ja, je moet wat anders gaan doen, of je wil wat anders gaan doen. Je hebt geld en dan ga je dit doen. Ja, dat was niet van plan. Iets totaal anders, technologie. Ja. Iets totaal anders, technologie, dat is niet heel erg anders aan mijn persoon. Ik ben al vanaf... Dan vragen. Van wat waren je beweegredenen om dit te gaan doen? Nou, die waren er helemaal niet. Maar totdat ik Sebas ontmoette. En ik eigenlijk... Het was heel atypisch hoe dat is gegaan. Maar dat is een beetje de rode draad door mijn leven heen. Ik had helemaal... ik had juist besloten... ik ben in Media 2014 weggegaan. Je hebt zelf ook geïnvesteerd? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik heb in Media 2014 ben ik echt weggegaan bij ID&T. Toen heb ik nog een jaar wat dingetjes gedaan. En toen kwam ik privé wat vervelende dingen tegen. Mijn vader overleed bijvoorbeeld. En toen heb ik besloten om voor een sabbatical te kiezen, dacht ik. Afhankelijk 2016 was dat. Nou, dat jaar was 6 weken oud. Toen zat ik al naast de Bas. En in week nummer 8 zei ik, nou, let's do it. En we gaan aan de gang. En toen hebben we dat eerst gesoft launch geprobeerd. En waarom? Ik zat tijdens de introductie, het showcase van Sebas aan mij... dat klinkt heel gek, maar ik zag een soort van spiegelbeeld van mezelf van vroeger. Duncan en ik zijn met precies dezelfde argumenten eigenlijk evenementen gaan organiseren. Namelijk vanuit passie, gedeelde passie, maar ook het besef dat er maar wat aangeklooid werd, met alle respect van de mensen die toen bezig waren, en dat het beter kon. En die mix van frustratie en passie, en een bepaalde vorm van een mentaliteit, een ondernemersmentaliteit, dat moet je uit je omgeving mee hebben gekregen of van je ouders of wat ook. Hebben we gezegd, nou, dat doen we. En ik zag dat bij Sebas precies hetzelfde. Die zat met zijn vieze All-Stars, zat hij naast me dat hele verhaal te presenteren. En had overal over nagedacht, ook de sociale elementen van festivalbezoek. Nou, ik omschreef hem net al. Ja. Dat hij de... En wat heb jij daar dan aan toegevoegd vanuit je... Nou, hij had productvisie en een idee en foundersgedachte. En ik had de markt. Ja. Dat is wat bij ons netwerk, elkaar... Ja, je kent de wereld. Er zijn er nog veel meer, je zei net al. Er zijn een legio aan apps die allerlei dingen proberen en allerlei mogelijkheden en kansen zien in die industrie. Maar helaas, voor hele velen, ze hebben geen market entry. Ze kunnen de markt gewoon niet inkomen. En dat heeft verschillende oorzaken en redenen. Daar kan ik nog een heel programma over vullen. Maar hebben wij wel in onze hebben combinatie. Hebben jullie tot nu toe zelf gefinancierd? Of heb je externe... Nee, we hebben wat seed investors. Seed, okay. Ja. Want de strategie die waar jullie voor kiezen, kost natuurlijk een enorme bak geld. Binnen ons hele ecosysteem, het nog bredere ecosysteem van Woef, waarbij niet alleen dus de producenten of de gebruiker, de consument, zeg maar, deel uitmaakt, zijn er ook investeerders. Er zijn er ook andere stakeholders die een eigen belang hebben en mee groeien in onze groei. Ja. En tevreden zijn. Je hebt nog niet verteld hoeveel gebruikers je nu hebt. Nee, nou, er zitten over de 700.000 downloads heen.
al na twee seizoenen. Ja, hey, en over hoeveel landen? 24 landen, geloof ik, ja. Zo. Ja, waar we dan festivals hebben gedaan. Hè? Dus de gebruikers komen uit veel meer landen. Ja. Ja. En voor jullie is het natuurlijk belangrijk herhaald gebruik. Wat doen jullie? Wat zit, zeg maar, wat hebben jullie proberen in te bouwen? Nou, we hebben ook daarin gefocust. Ik weet dat retentie is de magic word in de app-industrie. Maar we hebben vooral het gebruik op tijdens, net ervoor en net erna op van een evenement. Dat hebben wij gehighlight. Dat wordt onze Olympics, zeg maar. Dat is waar we ons op richten. We hebben een soort van superusers die wel 4-5 keer naar een festival gaan. ADE zullen jullie vast ook hebben gezien. Daar zijn de personen en de gebruikers ook heel anders. Nou, dat is een vorm van een blueprint van waar we later, in latere fases, naartoe gaan evolueren. Raakte het net al aan, een stad kan veranderen in een festival op het moment dat het Koningsdag is, maar er zijn ook steden of gebieden in de wereld, ik noem Berlijn, ik noem Ibiza, bestemmingen in Zuid-Amerika, die als gebied, als een festivalterrein... Een permanent festival zijn. Ja, precies. Ja. En daar kunnen we natuurlijk ook wel wat mee. Heb je wel eens spijt van gehad? Dat je... Nee, eigenlijk niet. Een leuke vraag. Heb je nooit goed? Nee, ik heb helemaal geen. Nee. Nee, het is. Want je hebt snel besloten, hè? Nou, ja. Weet je wat het is? Het is Valt mij vooral zo op dat je dat app en jargon en retentie en modellen en. Weet je, ook die technologie en locatie. Je beheerst dat jargon zo goed. Nou, dank je. Ja, nee, alsof je nooit wat anders nee, gedaan hebt. Ja, god, ja, nou ja, dat kan ik wel van alles zeggen. Maar het is... Nee, maar het pleit voor je, hoor. Nee, je hebt je er wel echt in. Nou, maar in ik ben... Maar dat is... Nou, we hadden het net toevallig... Je bent niet alleen maar op je netwerk en je contacten en je geld. Nee, maar dat kan ook niet. Want ik vertegenwoordig een product... Een platform, het is geen eens een product eigenlijk, het is niet eens tastbaar, hè? Maar het is een platform, het is een omgeving, een habitat bijna, waarin mensen zich moeten bewegen en waar merken zich in moeten bewegen, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar hoe het ons in godsnaam is gelukt om in die hevig competitieve markt alle concurrenten op één platform te krijgen, waarbij er ook nog een oud-gediende misschien wel in die database bak zit te rommelen. Je hebt het genoemd dat er aanvankelijk wantrouwen was, maar daar had ik nog niet eens aan gedacht, dat die festivals concurreren natuurlijk ook allemaal met elkaar. Mega. Ja. Dus dat is ons toch gelukt en jij zegt, nou ja, je spreekt maar van, ja, we hadden het net over een treinritje of een busritje, de antropologische kant, zeg maar, van het verhaal. Even naar mij persoonlijk, ik vind het heel erg leuk om te verdiepen in verschillende elementen die er om mij heen spelen. Dus als ik in de hardcore, waar we grote namen hebben gemaakt, ja, ik vind die muziek, dat snappen mensen en dat geloven mensen nog steeds niet, maar een heel klein gedeelte van die muziek vind ik leuk. Maar ik vind voor de rest allemaal, met alle respect, ik kan er gewoon persoonlijk niks mee. Ik kan sowieso niet zoveel met feesten. Ik ben helemaal geen feestvierder. Ik sta niet te dansen, ik doe niet het licht uit. Nee, no way. Nou, kan je nou, maar ik heb er nou, niet een hekel aan, maar ik vind het best moeilijk om te feesten of me te laten gaan. En toch doe je dat. En krijg je het zelfs in Rusland voor elkaar, dat daar mensen komen. Waar ik aan het begin van dit gesprek al heel blij van werd, is dat je eigenlijk zei van, jij refereerde er ook al aan, dat je... eigenlijk vindt dat mensen die mobiel eigenlijk helemaal eigenlijk in hun zak moeten stoppen en zoveel mogelijk vanaf moeten blijven tijdens een festival waar je vooral heen gaat omdat het leuk is. Kijk, en precies. Dat vond ik eigenlijk al heel interessant. Nou ja, maar dat is wel echt de diepe gedachte en dat is, zeg maar, de corporate soul. En daar zijn ook Sebas, die dus echt 100.000% type millennial is en met een telefoon in zijn achter zijn oor nog onder de douche stapt en weet ik veel wat allemaal alles doet. Maar ook van mening is van, hey, luister, uitgaan, het is uit je gewone leven gaan. Het is even iets anders ervaren. En ik wil helemaal niet, al ben ik het wel, als een oude lul overkomen van, ja, die telefoons. Maar het ontneemt je gewoon een heel groot gedeelte van de ervaring. En het is ook nog eens onnodig, want als jij foto's... Ik bedoel, er staan 100.000 fotografen om je heen, camera's, alles om het moment te vatten. En het ligt hem dus in dat stukje van dat je het wilt ownen, dat je het zelf, dat stukje, dat moment wilt opnemen. Maar ja, het is niet nodig. Als je zeg maar waar voor je geld wilt, dan laat je indultje en ga je op in het moment. Sta je veel meer open. En ook als je op dat jachtveld begeeft voor die toekomstige ex, dan heb je veel meer hitrate dan dat je op je telefoon zit te kijken. Ja. Dus het zijn allerlei tegenstrijdigheden die op het moment tijdens je leisure entertainment spelen.
Maar waar wij wel in willen faciliteren op een positieve manier. Ja. Hey, het sprong al in een half uur. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, maar ik wou even, dat gaat zo snel altijd, hè, een half uur. Ja, als je even vooruit kijkt. Je zei al van, nou, we richten ons nu vooral op bereik. Dus gratis voor de festival owners, gratis voor de gebruikers. Ja. Dat je strategie, je businessmodel zit in payments. Ja. Ik wil daar nog iets meer over weten, maar misschien kun je er iets meer over vertellen hoe je dat voor je ziet. Maar ik ben ook gewoon benieuwd waar jij over 2 jaar wilt staan. Je denkt van, wat is Woef dan? Over 2 jaar. Internationaal. Nodigen we je weer uit? Nee, dat is goed. Maar dan denk ik, dan weet ik wel zeker dat wij op dit veld waar wij ons nu op richten wereldleider zijn. En ik denk een kantoortje of 3, 4 over de wereld hebben. Wel, ja. Voor het lokale servicingwerk. Als ik kijk naar de groeiratio. Wat zijn je bedreigingen om dat te realiseren? Dat is misschien heel arrogant wat ik nu zeg, maar ik zie eigenlijk... Je ziet ze niet? Nou, jawel. Ja, zeker. Maar ik zie maar altijd één bedreiging. En dat is misschien heel flauw om te zeggen, maar dat is de overheid. Wet en regelgeving. Dat vind ik voor de meeste bedrijven... Nou, wat doe je dan? Privacy? Allerlei soorten. Ja, die kunt het niet bedenken, want dat komt vanuit... Komt op je af. Ja. Ja, maar dat komt echt uit een onverwachte hoek. En... in mijn vorige ondernemersleven konden we daar heel goed mee omgaan, omdat het een soort van gemeenschappelijk belang was. Maar deze, in dit ondernemersgebied, kan een Amerikaanse president ineens besluiten om alle data of services die op zijn territoire zich bevindt of plaatsvindt of transactie, dat gewoon ownership is van de UA of van zijn achterzak. Ja, dan sta ik met mijn servertjes in, weet ik van waar ze staan, maar in ieder geval aan de andere kant van de plas. En dan, ik noem maar iets. Ja. Dat is een evidente bedreiging. Maar en voor de rest, concurrentie, kom op. Dat is juist, dat houdt je scherp, dat houdt je dynamisch. Ja. Daar anticipeer je op, daar word je beter van. Maar nog even over die payments. Ja. Ja, daar zou ik je graag wat meer over willen vertellen, maar dat mag ik niet. Van wie niet? Jij bent toch de baas, man? Ja, maar ik heb ook met partners te maken. En niet mijn woefpartners, maar wij zijn met paymentpartners bezig. Nou, niet bezig. Nou, oké. Okay, ik zeg alweer te veel. Je hebt straks 80% van de festivalbezoekers hebben jullie app straks in hun broekzak. Telefoons hebben NFC-chips en weet ik wat allemaal. Er wordt miljarden omgezet aan bier, drank die mensen nu ingewikkeld uit muntenautomaten moeten halen. En niet werkende pinautomaten en wat iets meer zijn. En over volgend jaar kun je gewoon met de app open die tegen een terminal houden en kun je je biertje betalen. Misschien wel met een DNA-streepje uit je wang, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ja. Maar zoiets. Wij zijn erbij in ieder geval. Hey, hartstikke bedankt. Super, hartstikke bedankt. Heel fijn, heel graag. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd de sponsors Bier & Co. voor het bier. Stekel heeft... Ik heb mijn eigen wijn meegenomen. Mijn eigen wijn sponsor. Jij doet... Alcoholvrij bier. Alcoholvrij. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on-demand, dan weet je dat je 9 jaar topnames kunt terugkijken via ofwel YouTube ofwel fastmovingtargets.nl. Dag.